Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Blievius, en welkom bij deze nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2015, met Blievius natuurlijk. Vandaag gaan we met de firm rijden van Schagen naar Maastricht. We rijden maar helaas tot met Uitgeest, maar we zijn officieel in Maastricht. We staan hier momenteel in Schagen, en we laten hier de passagiers natuurlijk heel even instappen. Ja, de standschermen al open, mooi. Ik zet de koersborden ondertussen even op Maastricht. Even kijken, daar staat natuurlijk weer een lekker stuk achteraan. Oh, Maastricht. Wij stoppen ondertussen in Heer Hugowaard, Alkmaar Noord, Alkmaar Heilo, Castricum en station Uitgeest. Nou, en wij doen natuurlijk even de ATB aan. Het is vroeg in de ochtend. Dit was al zover het makkelijkste. Nu moet je ervoor zorgen dat u om 33 de deuren bij Heer Hugowaard heeft geopend. Vergeet even niet de ATB aan te zetten en als je de dodeman... en als je wil, Doleman, wacht netjes totdat het zijn groen wordt. Nou, dat lijkt me inderdaad een goed idee. We doen nog even de frontzijde aan. Niet geheel onbelangrijk, denk ik. En ik kan deze trein helaas niet besturen met mijn rail drive cap dingetje. Dus dat moet ik dan maar eventjes doen met mijn toetsenbord. Die ben ik vergeten om hieronder neer te zetten. Heel slecht van mij, maar goed. Dat doe ik dan nog even heel snel. En oh jee, ik hoor al dat, de ATB veilig aangeeft. Even kijken. Nou. En daar gaan we dan. Nou, gaat helemaal goed zo gelukkig nog. Wij gaan nu vertrekken naar... Maastricht. Maar ja, het zal dus worden naar station Uitgeest als laatst. Dames en heren, goedemorgen en welkom in deze Intercity naar station Maastricht. Ja, wat wil ik eigenlijk nou zeggen? Oh ja, sorry. Ha, zal ik eventjes overnieuw beginnen? Dit was een beetje een flutopmerking, nog niet dan? Verschrikkelijk. Dames en heren, goedemorgen en welkom bij deze Intercity naar station Maastricht. Ondertussen zullen wij nog stoppen op station Heer Hugowaard, Alkmaar Noord, station Alkmaar, station Heilo, Castricum en Uitgeest. En vanuit Uitgeest gaan we natuurlijk door naar Maastricht. Dames en heren... Welkom nogmaals in de Intercity naar station Maastricht. En natuurlijk gaan wij deze episodes gaan we ook netjes wat comments gaan wij behandelen. En dat zullen dan comments worden van episode 146, zo uit mijn hoofd. 156, sorry. Dat gaat wel heel iets te vrijgevig. Ik zal ze even erbij halen. Ik zal even kijken waarmee ik toereer. Episode 156. Toereer ik met de koploper van, Martinair. En tevens de andere volgens mij, maar ik weet niet meer welke. Mogen we nog steeds 40 hier? Oké. Okay. Nou, mogen 140. Mooi. Tractie geven en doorgaan. Nog even een mooi... nog een mooi wegrijdingetje maken. Nou, dat gaat... Oh, oh, oh. Deze wil ik hebben. Juist. En dan gaan we dan los. Oké, okay, dat moet je misschien niet met deze doen, denk ik. Het gaat niet helemaal lekker zoals ik het wou in ieder geval. Maar goed, wij gaan dus nu doorrijden naar Heer Hugowaard. En de eerste comment van vandaag. Die is van Alex Erne. Ik denk dat Train Simulator 2015 ook maar weer eens moet installeren. En alle Nederlandse add-ons downloaden. Zeker de route uit Geest Den Helder. Woon ik er vlak naast. Kijken of mijn huis kan vinden. Ja, dat is inderdaad heel erg leuk om te doen. Dus ik zou het je ten zeerste ook in ieder geval aanraden. Isaac P, ik wil dat je met de koploper Martinair wilt rijden. Nou, dat had ik volgens mij ook gedaan, maar misschien werd het wel anders bedoeld. Geen idee. Zo. Even de tractie een klein beetje ervan afhalen. Treinspotter 12. Hoi Bjorn, ik hoop niet dat het gemixt in Enschede... En dat... Is en om naar Den Haag of Schiphol, hè? Oh, nee, klopt. Ik zei laatst inderdaad dat alleen maar rechtstreeks van het Enschede naar Den Haag ging. Maar dat bleek toevallig alleen zo dat weekend te zijn, omdat er werk aan het spoor was. Normaal gesproken gaat er inderdaad ook een Intercity rechtstreeks naar Amsterdam of Schiphol, zeg maar. Dat klopt. Trainsporter 12 zegt ook nog, hoi Bjorn, ik zit nu in de route Heilo naar Amsterdam te bouwen. Train Simulators, ik ga regelen dat ik in vraag, kan je met de mat 64 van Heilo naar Den Helder... Nou, ik rijd nu met een firm. Ik hoop dat je dat ook akkoord vindt. Rob Lohuis
Dag Björn, twee vraagjes. Komt het wel eens voor dat je bepaalde assets in eerdere routes te gebruiken is? Of moet je voor iedere route weer opnieuw alles aanschaffen? Nee. Er kunnen bepaalde assets kunnen ook in meerdere routes voorkomen. Het valt me op dat een groot station, bijvoorbeeld Utrecht Centraal, vrij leeg is qua treinen. Is het omdat de route zelfs op elkaar zit of moet ik dat gewoon meer treinen aanschaffen? Het kan zijn dat je niet alle treinen hebt, maar het kan ook heel goed zijn dat de scenariobouwer gewoon er bewust voor gekozen heeft. Omdat als je veel te veel treinen plaatst, dat je ook gewoon heel erg veel lag in je spel krijgt. OV jongen, bliefjes, weer een leuke video zoals altijd en een like erbij. Heel erg bedankt. Trainsport in Noord-Holland, leuke video weer, alleen dit is volgens mij de beschrijving van episode 146 in plaats van 56. Dat zal ik nog eens voor jou nakijken. Yuri Pullens, ik heb Train Simulator gekocht, maar als ik hem open op Windows 8 zie ik het beeld dubbel in rood en blauw. Weet je hoe ik dit oplos? Ik heb geen idee. En ik heb het ook nog zelf nog nooit gehad. Bo Dortland, hoi Björn, mooie video. Sorry dat ik de vorige keer de vraag niet goed zei. Ik bedoelde eigenlijk, hoe moet je assets installeren? Maar nogmaals wel, dankjewel. Nou, als je even op mijn kanaal rondkijkt, ik heb daarvoor een video gemaakt. En dan kun jij zeg maar, ja, gewoon die assets zonder enige problemen installeren. De ICM-fan. Er rijden wel treinen vanaf Enschede naar Schiphol. Dit is bijna altijd ICM. En deze stoppen op Hengelo, of Enschede, Hengelo, Almelo, Deventer, Apeldoorn, Amersfoort, Hilversum, Duivendrecht, Amsterdam-Zuid en Schiphol. Naar Schiphol rennen ze altijd naar Hoofddorp Opstel om hier kop gemaakt te worden voor de terugreis naar Enschede. Ja, dat geloof ik vrijwel direct. In ieder geval bedankt voor jouw toelichting. Train Simulator Channel, ziet er weer goed uit Björn, complimenten, dankjewel. 2503 Victor. Hey Björn, vraag je, kun je me helpen met het installeren van Hart van Nederland route? Ik snap niet hoe deze moet installeren. Kijk op mijn kanaal en je weet het snel genoeg. Friso komen. Björn, beschrijving onder video zegt 146, maar titel is 156. Ik denk dat je de rest ook wel zelf kunt bedenken, ja? Vast wel. AS Games. Kun je weer eens met de Mat 54? Een leuke video. Jawel, daar heb ik zat scenario's voor. Kan wel, denk ik. Daan Grote Beverborg. Hoi Bliefjes, wil je een keer met de Sintus rijden van Oldenzaal naar Zutphen? Dat kan zodra de route van Enschede naar Hoofddorp uit is, want daar staat die route namelijk ook in. Giem Mentink, kan je een keer van Winterswijk naar Zutphen rijden? Dat is er volgens mij nog niet, denk ik. Dus dat gaat me niet helemaal lukken. Tevens vraagt hij van, kun je de comments van deze video ging behandelen met de SGM? Het is de SGM 2002. Die is geel, blauw, wit en de SGM oud is die is geel. Ik geloof jou direct. Dan moet ik erbij vertellen. Ik geloof jou... Oh, we moeten remmen. Moet afremmen naar 80. Zo. Gaan we het ook maar even doen, denk ik. Beetje raar om hier mijn oude lans mee te spelen, hè? Dames en heren, het volgende station is... Station Heer Hugo Waard. Hier kunt u overstappen voor de... Stoptrein naar Haarlem en Hoorn. Deze zullen vertrekken van spoor 1 en spoor 3. Dames en heren, het volgende station is Station Heer Hugo Waard. Is Station Heer Hugo Waard uw eindbestemming? Of of stapt u over naar een andere vervoerder? Vergeet er vooral niet om uit te checken. Nou, wij rijden gewoon langzaam station Heer Hugo Waard in. Of nou langzaam, met een nodige snelheid. 33 moesten we hier arriveren. En ik vind dat we wel lekker op tijd zijn. Zo. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bakken. Moet ik nog even iets doorrijden. En dan stoppen we netjes bij het stukje van 8 bakken. Alleen, ik denk niet dat ik hem daar helemaal op krijg. Oh, toch wel, wacht even. Daar staat 6. Klinkt wel hilarisch, dat kleine toetertje, hè? Zo, zet hem hier netjes neer. En dan doen we hier eventjes de deur open.
En dan gaan we verder met de volgende comments. Die is van Rich Games. Yo, beliefjes. Nice video. Ten eerste wil ik zeggen dat ik al 2 maanden bezig ben met een Belgische route. De Pannen, Gent, Sint-Pieters. En ik heb nog een vraag. Als je zou moeten kiezen tussen de Firm en de Mat 64. Welke zou je nemen? Ik denk de Mat 64. Niet om het een of ander, maar ik vind die gewoon fijn om te rijden. En daarom dat ik die ook zou kiezen. Geen menting, bliefjes is zondag ongeveer, denk ik, met Pasen de livestream. En als de ICM met de koppeling, als die niet elkaar zijn, dan moet je ook niet koppelen. Oké, laat daar gewoon op houden. Bert van Münster, leuk deze koplopers. Gaaf dat je op 2 tussenstations moest stoppen. Je zei dat je in een SLT richting Efteling via Den Bosch ging. Dat kan wel, dan vertrok je vanuit Utrecht Centraal. Dat is een sprintendienst Utrecht Centraal, Geldermalsen, Sint-Hertogensbos, Tilburg naar Breda. Dus dit klopt wel. U bent op tijd aangekomen. Zorg ervoor dat u om 6:40 de deur gaat op zo'n Alkmaar. Daar kunt u 2 minuten wachten. Oh, ik hoop toch dat hij Alkmaar Noord bedoelt. Ik zou niet weten hoe ik op 2 stations zo snel moet stoppen. Dus, alhoewel. Nou, leuk is dat. Hoe wil je dat in godsnaam gaan redden? Oh, we redden nu wel een keer. Ik ga zo meteen lekker nog even in de passagiersding zitten, denk ik. Ook goed omgeroepen en dat uitchecken wat ik je op attendeerde. Toppie onthouden. Ook toppie gereden. Nou, kijk aan. Ja, vaak als ik ideeën krijg of tips krijg van andere mensen, dan ga ik natuurlijk ook netjes uitvoeren. Even een klein beetje afremmen. Klopt niet zoals ik nu rijd, ik reed te snel. Ja, als mensen mij daar netjes op attenderen, dan voer ik dat natuurlijk ook gewoon uit. Zonder enige problemen. Teun Railfan. Hoi Bjorn, leuke video. Best raar dat hij niet stopt in Alkmaar. Ik ben vaker in de IC van Nijmegen naar Den Helder geweest. In het geval van Alkmaar is... het geval in Alkmaar is nooit dat er een intercity niet stopt in Alkmaar. Wel, wat wel voorkomt is dat de trein niet verder rijdt dan Alkmaar. Omdat er dan werkzaamheden zijn tussen Alkmaar en Den Helder. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Maar ik kan me wel iets bij voorstellen. Anouk Keurpink, kan je ook een keer met de intercity van Zwolle naar Steenwijk? Nee, want die stations die bestaan niet. Vriendengames, echt nice. Baas de Martinair koploper. Ja, die zijn vet, hè? Eventjes kijken. Rico Koster. Hoi Bjorn, kan je eens met een keer in de Truck Simulator 2 spelen? Zeker wel. TCSNL, tussen Eindhoven en Weert rijdt elke dag 2 treinstellen met een SLT6. Top. iCraft Movies. Blievies, blijkbaar had ik het verkeerd begrepen met dat muziek. Volgens mij was het 2014. Excuses aanvaard, antwoord ja of nee? Antwoord is ja. Bij deze. Ik maak nooit al te veel ruzie met mensen, dus dat scheelt wel weer hoor. Oh jee. Geel zijn? Huh? Nou, we moeten in ieder geval afremmen naar 60. Het zal. Gewoon doen wat de ATB zegt. Michael Kooi. Wanneer komt de TGV beschikbaar? Nou, die komt beschikbaar zodra Kiss hem afbouwt. Denk ik. Vermoedelijk. Zo, stoppen met remmen. Is genoeg zo. Dames en heren, het volgende station is station Alkmaar Noord. Dames en heren, is station Alkmaar Noord uw eindpunt? Vergeet er vooral niet om uit te checken. Dames en heren, het volgende station is station Alkmaar Noord. En dan volgens Abel Gaming. Hoi, hallo Bjorn. Word je betaald om met de Martineer te rijden? Grapje. Nu de serieuze vraag. Is Hilo goed nagemaakt? Wil je deze comment laten weten dat je het hebt gelezen? Nou, ik laat eigenlijk nooit weten of ik een comment heb gelezen. Ik stel hem gewoon altijd in de episode. Dat is in ieder geval wat ik vaak doe. Ik vraag me trouwens af of we op tijd in dinges aankomen in Alkmaar. Lijkt me een grote uitdaging in ieder geval. Om in Alkmaar op tijd aan te komen. Maar ik moet best wel gaan scheuren zometeen hoor. In ieder geval snel remmen en weer snel optrekken. Nou, doe even snel de deuren open. Huppakee, het zijn met 30 seconden, dus dat zijn niet zoveel.
Ik vind Haarlem wel goed nagemaakt, ja. Ik vind het een prima route, laat ik het zo zeggen. Ronnie Voortman, hoi Bjorn, de sluis, oftewel de doorloop tussen de treinstellen van de koplopers, wordt tegenwoordig niet meer uitgeklapt. De NS verwijt hier veel vertragingen aan en zo heb ik gehoord via het nieuws. Vandaar dat er nu koplopers enkel worden gekoppeld. Dit waren in het filmpje nog oude serie koplopers. Bij de huidige koplopers heb je de baanschuivers ervoor op zitten. We mogen dan verder rijden, ik zal de comment zo verder lezen. Ik vind overigens de nieuwe sprinters mooie treinstellen. Hoop dat deze vaker op Apeldoorn en Enschede komen. Ten slotte stoptreinen, mooie 4- en 6-bakkige treinen. PS, als het over Apeldoorn en Enschede komt, kom je langs Deventer. Koolmschachten kun je uitspreken als Koolmskaten. Oh, oké, prima. Maar ik hoorde mensen altijd zeggen Koolmschachten of zoiets dergelijks. Dus misschien dat er wel iets van verschillen zit, ik heb geen idee. Maar in ieder geval bedankt voor je leuke comment, Ronnie Voortman. Echt top dat je zo enthousiast reageert. Vind ik heel leuk. Peripelle, hey bliefje, zou je eens met de DB-trein op een Nederlandse route willen rijden? Maakt niet uit welke. Groetjes, Perry Stokman. Moet ik even kijken wat ik kan doen. Giovanni Game, bliefjes vraag je. Kan je met Train Simulator 2015 Standard Edition ook treinen van Crush Trains inzetten? Tuurlijk! Je kunt in elk gedeelte kun je dat doen als je dat wilt. Dus geen probleem, toch? Moet ik eens weer eens gaan afremmen? Nog niet. De ATB geeft nog geen 40 aan. Dan ga ik toch even een beetje snelheid snoepen als je het niet erg vindt. De tractie staat nog op 0. Daar hebben ze zo meteen nodig voor die brug. Aangezien je op de brug mag je geen tractie voeren. In verband met dat er geen bovenleiding boven de brug zit. Dan ga ik wel even remmen trouwens. Dames en heren, het volgende station is station Alkmaar. Hier kunt u overstappen op de Intercity naar Nijmegen. Deze zal vertrekken van spoor 5, als tevens de Intercity naar Haarlem. Deze zal vertrekken van spoor 4. Dames en heren, is station Alkmaar uw eindbestemming? Vergeet dan vooral niet om uit te checken. Dames en heren, het volgende station is station Alkmaar. Nou, voor mij zijn we hier netjes om 40. Ik hoop dat ik mijn hele trein nog netjes in kan pleuren voordat die time op 41 komt te staan. Ik denk het wel trouwens. Oké, gewoon een beetje remmen. Ook al staat hier een 4, 6 en 8 vlak achter elkaar, maar dat maakt er zover niet uit. Nou, we zijn hier toch nog op tijd gekomen gelukkig. En dan gaan we hier even 2 minuutjes stilstaan. Zo, zet ik die eventjes in de ruststand. Dan hebben we nog Last Hogevorst. Hallo beliefjes, leuke video. Zou je misschien een keer voor de gein met de Amerikaanse Amtrak Acela willen rijden? Ja, dat kan. Ik heb die route. Dus volgens mij kan ik er best wel een keer mee rijden. Vrij oude route, maar het kan wel. Bart Schoneveld. Leuke video in Alkmaar staan ook groene MAT 64 treinen. En SLT Sprinter en Posttrein. Nou, dat is leuk om te weten. En dat zijn alle comments van episode 100 en... 56, dat waren 33 comments. Dat waren er best wel veel. Alleen maar leuk. Hoe meer comments, hoe beter. Dus mij hoor je daar in ieder geval niet over klagen. Zodra we hier klaar zijn met laden, gaan we nog even verder naar Hilo, Castricum en Uitgeest. Dus dat is nog even een leuk nieuw stukje om te rijden. We zijn normaal gesproken natuurlijk maar... even kijken. Hilo kon normaal gesproken niet verder... Maar nu wel gelukkig. Goed gedaan, je rijdt nu richting Uitgeest. Zorg dat u daar om 6:55 bent. Oké. Dan gaan we weer verder. En dan, ja, dan gaan we natuurlijk nu onze reis verder voorzetten naar station Hilo. Ik zeg heel vaak Hilo, ik weet het, maar het is natuurlijk station Hilo. Dat komt omdat ik heel vaak denk aan de Duitse vertaling, denk ik. Dat is tenminste wel mijn vermoeden. Het staat ook wel vrij Duits. Hilo. Nee, hier mag je wel eventjes 40 rijden. En
een stukje verderop mag je, als het goed is, mag je dan door gaan naar 100 en 130. Wat is dat nou weer? Nee, serieus, wat is dat? Wat ben jij voor iets? Je hebt iets dat heel veel lawaai maakt. Dat ben jij. Ah, het is een Mat 24. Die kom ik echt voor de eerste keer tegen nu hier. Een Mat 24. Oh, nou. Wop, dan zien we hem verder gaan in één keer. Nou ja. Goed, wij gaan door naar station Halo. Natuurlijk wel met volledig tractie opengezet. Beetje mooie kantoorpanden hier nog omheen. Hoge bomen. Ik heb in het echt geen idee of hier flats staan of kantoorpanden. Maar ik vind het wel mooi staan. Vrachtwagen van Aldi. Zie je heel erg veel staan. Oh, rem. Oh, rustig, rustig. Zo. Paarden. Oh, nou. En heel veel koeien en een heel mooi bos. Nou ja, en na station Hilo gaan we dus de twee nieuwe stations gaan we ontdekken. Castricum en Uitgeest. Die liggen natuurlijk niet zo heel erg ver weg van elkaar. Castricum en Uitgeest. Uitgeest? Ja, Uitgeest. Alvast een beetje afremmen. Het enige wat ik wel een beetje vind is dat de spoorbomen die gaan zo ontzettend laat naar beneden hier. Ik weet trouwens niet waarom dat is. Maar goed. Dames en heren, het volgende station is station Halo. Dames en heren, is station Halo uw eindbestemming? Vergeet dan vooral niet hierop uit te checken. Dames en heren, het volgende station is station Halo. Nou, deze route wordt natuurlijk alleen maar verder uitgebouwd en uitgebreid. Ik weet dat de routebouw ondertussen al helemaal bij Zaansdam is. Dus daar is hij nu bezig met het sporenplan. Bij een station Zaansdam. Dus dat is wel in ieder geval een heel stuk verder. Even iets verder doorrijden naar die 8 om alle bakken netjes erop te krijgen. En doe even je deur netjes open. Zo, bij deze zou ik zeggen, welkom op station Halo. Wachten we eventjes zodat hier de deuren zometeen liggen. En dan kunnen we verder rijden. Vanuit station Halo natuurlijk. Ah, we moeten hier maar iets van 30 seconden staan. En dan kunnen we vanzelf... Oké, okay, kunnen we weer verder zelfs. Nou, daar gaan we dan. Voor mij mogen we 130, ja. Ik weet trouwens niet of hier altijd dubbele firms rijden. Ik kan me min of meer wel voorstellen dat één firm hier genoeg is, maar... Maakt er zich niet gek veel uit. En een goede reis. AMB. Nee, dat is niet waar. Nou ja, dan gaan we nu verder naar station Castricum. Tenminste, ik denk dat het Castricum heet. Ik hoop ook dat het Castricum heet. Want ik hoop niet dat ik al die namen nou verkeerd ga uitspreken hier, hoor. En nou ja, gelukkig is de routebouw ook heel erg veel bezig met scenery. Dat betekent... Hoe heet dat?
De objecten die hier allemaal omheen staan. De kerken, de huisjes. Die overigens wel heel erg leuk gemaakt zijn. Zo. Netje 129. Even in de passagiersuitgang zitten. Zo. Ja, dat is ook mooi. Ja, een hele grote hijskraan hier natuurlijk, omdat er nog volop aan die route wordt gebouwd. Zo. Dat is ook al mooi om te zien. Nou, laten we even in de cabine weer gaan zitten. Nou, ik vind het gewoon mooi, want overal waar je kijkt hier, er staat wel iets. Je kijkt hier, er staan bomen. Je kijkt daar, er staan windmolens. Er staat netjes gewoon overal wat. En dat vind ik gewoon heel erg belangrijk in een, ja, in een route. Dat is gewoon dat er iets staat. Dat je ergens heen kijkt, daar wat ook wat staat. Heel belangrijk. Hey, ik zie een reuzenrad. Oh, dit is mooi. Nee, dit is echt heel mooi. We rijden onder een hele mooie tunnel momenteel door. Ik weet niet welke of wat het is, maar ik vind het er best mooi uitzien. En een heel mooi reuzenrad. Ik weet niet of hier non-stop kermis is of wat dan ook, maar het idee erachter vind ik wel heel leuk. Nou, ik neem aan dat dit dan Castricum is. Als ik het goed uitspreek nogmaals. Zo. Nou, het S-botje. Laten we even gaan remmen dan. Dames en heren, het volgende station is station Castricum. Is station Castricum uw eindbestemming? Vergeet dan vooral niet om uit te checken. Dames en heren, het volgende station is station Castricum. Oh, dikke vlam uit de pijp daar. Lijkt net als die fabriek een beetje in de fik staat, maar dat is natuurlijk niet zo. Laten we dat vooral even voorop stellen. Nou, welkom in station, of in Castricum, dames en heren. Voor de eerste keer dat we weer een nieuwe plek inrijden. En dan gaan we heel snel hier om ons heen kijken, want we hebben maar 30 seconden dat we hier staan eigenlijk. En dan moeten we al meteen weer door naar station Uitgeest. Ja, je mag stoppen hoor. Gekke firm. Nou, we gaan hier even heel snel om ons heen kijken. Wauw. Meteen ook gewoon alles gewoon volgebouwd, hè. Dit is gewoon vet. Even kijken, er staat hier gewoon een... staat hier gewoon een draaimolen. En vuurwerk. Woe. Nice. Dat kon ik eerst niet zien, vuurwerk. Ik zie dat trouwens ook niet meer, maar... Ik zag het eerst wel vuurwerk. Wel leuk dat ik het eventjes zo snel zie. En waar staan we eigenlijk? Hallo. Oh, we zijn wel heel ver naar achter gegaan. Zo. Wij mogen ondertussen doorrijden naar Uitgeest. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Station Uitgeest, ja, dat is tevens de eindbestemming van deze trein. Normaal gesproken zou natuurlijk veel verder rijden. Maar goed. Nou ja. En we gaan weer door naar Uitgeest. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. We moeten daarom 55 zijn en dat zal ons wel heel erg kunnen lukken zo. We mogen in ieder geval optrekken naar 130. Dat gaat wel goed. Het staat hier overal nog volgebouwd. En ik zie hem al aankomen, station Uitgeest. Daar stoppen wij op perron 3 schijnbaar.
Dan is je op 10, dat is wel goed genoeg, denk ik. Nou, tot zover gaat het nog prima naar wens eigenlijk. Ik geniet echt nog steeds van deze mooie route. En ik zie al wat hoge gebouwen in de verte staan. Dus ik heb het vermoeden dat station Uitgeest in de buurt komt. En dat wij af kunnen remmen naar 40, zo snel mogelijk. Dames en heren, het volgende station is station Uitgeest. Na een korte stop in station Uitgeest, dat is het Intercity verder rijden als Intercity naar Maastricht. Dames en heren, is station Uitgeest uw eindbestemming? Vergeet dat vooral niet om uit te checken. Dames en heren, het volgende station is station Uitgeest. Nou ja, dit is helaas voor ons wel de eindbestemming, omdat we namelijk hier aan het einde zijn gekomen van deze route. Maar ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken voor het kijken naar mijn episode. Ik hoop dat je deze nieuwe route mooi vond. Dat is namelijk het nieuwe Noordoost-Nederland, dacht ik dat het nu heet. Noordoost-Nederland. Zoals je kunt zien, echt een u. Er staat hier een koe. Er staat een koe op het station. Ja, ja, een koe op het station. Ja, ja, een koe op het station. Die eet wat gras. Nou, oké. Nogmaals, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar mijn episode. Wil je de route midden- of Oost-Nederland, Noordoost-Nederland downloaden? Hij staat op treinpunt. Ik zou zeggen, laat nog even een blauw duimpje achter. Als tips, een leuke comment voor de volgende keer. En ik zou zeggen, dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende episode. Tot ziens. Dag. Lengte maat 64. Niet om het een of ander hoor, maar ik vind die gewoon fijn om te rijden. En daarom dat ik die ook zou kiezen. Gimmenting Bliefjes is zondag ongeveer, denk ik, met pasende livestream. En als de ICM met de koppeling, als die niet elkaar zijn, dan moet je ook niet koppelen. Oké, laten we daar gewoon op houden. Bert van Münster, leuk deze koplopers. Gaaf dat je op twee tussenstations moest stoppen. Je zei dat je in een SLT richting Efteling via Den Bosch ging. Dat kan wel, dan vertrok je vanuit Utrecht Centraal. Dat is een sprinterdienst Utrecht Centraal, Geldermalsen, Sint-Hertogensbosch, Tilburg naar Breda. Dus dit klopt wel. U bent op tijd aangekomen. Zorg ervoor dat u om 6:40 de deur gaat op zo'n Alkmaar. Daar kunt u 2 minuten wachten. Oh, ik hoop toch dat u Alkmaar Noord bedoelt. Ik zou niet weten hoe ik op 2 stations zo snel moet stoppen. Dus, alhoewel. Nou, leuk is dat. Hoe wil je dat de godsnaam gaan redden? Oh, we rennen nu wel een keer. Ik ga zo meteen lekker nog even in de passagiersding zitten, denk ik. Ook goed omgeroepen en dat uitchecken wat ik je op attendeerde. Toppie onthouden. Ook toppie gereden. Nou, kijk aan. Ja, vaak als ik wat... als ik ideeën krijg of tips krijg van andere mensen, dan ga ik dat natuurlijk ook netjes uitvoeren. Even een klein beetje afremmen. Klopt niet zoals ik nu rijd. Ik reed te snel. Ja, als mensen mij daar netjes op attenderen, dan voer ik dat natuurlijk ook gewoon uit. Zonder enige problemen. Teun Railfan. Hoi Bjorn, leuke video. Best raar dat hij niet stopt in Alkmaar. Ik ben vaker in de IC van Nijmegen naar Den Helder geweest. In het geval van Alkmaar is... het geval in Alkmaar is nooit dat er een intercity niet stopt in Alkmaar. Wel, wat wel voorkomt is dat de trein niet verder rijdt dan Alkmaar. Omdat er dan werkzaamheden zijn tussen Alkmaar en Den Helder. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Maar ik kan me wel iets bij voorstellen. Anouk Keurpink, kan je ook een keer met de intercity van Zwolle naar Steenwijk? Nee, want die stations die bestaan niet. Vriendengames, echt nice. Baas de Martinair koploper. Ja, die zijn vet, hè? Eventjes kijken. Rico Koster. Hoi Bjorn, kan je eens met een keer in de Truck Simulator 2 spelen? Zeker wel. TCSNL, tussen Eindhoven en Weert rijdt elke dag 2 treinstellen met een SLT6. Top. iCraft Movies. Blijkbaar had ik het
verkeerd begrepen met dat muziek. Volgens mij was het 2014. Excuses aanvaard, antwoord ja of nee. Antwoord is ja. Bij deze. Ik maak nooit al te veel ruzie met mensen, dus dat scheelt wel weer hoor. Oh jee. Geel zijn? Huh? Nou, we moeten liever afremmen naar 60. Dat zal. Gewoon doen wat de ATB zegt. Michael Kooi, wanneer komt de TGV beschikbaar? Nou, die komt beschikbaar zodra Kiss hem afbouwt. Denk ik. Vermoedelijk. Zo, stoppen met remmen. Is genoeg zo. Dames en heren, het volgende station is station Alkmaar Noord. Dames en heren, is station Alkmaar Noord uw eindpunt? Vergeet er vooral niet om uit te checken. Dames en heren, het volgende station is station Alkmaar Noord. En dan volgens Abel Gaming. Hoi, hallo Bjorn. Word je betaald om met de Martineer te rijden? Grapje. Nu de serieuze vraag. Is Hilo goed nagemaakt? Wil je deze comment laten weten dat je het hebt gelezen? Nou, ik laat eigenlijk nooit weten of ik een comment heb gelezen. Ik stel hem gewoon altijd in de episode. Dat is in ieder geval wat ik vaak doe. Ik vraag me trouwens af of we op tijd in dinges aankomen in Alkmaar. Lijkt me een grote uitdaging in ieder geval. Om in Alkmaar op tijd aan te komen. Ik moet best wel gaan scheuren zometeen hoor. In ieder geval snel remmen en weer snel optrekken. Nou, doe even snel de deuren open. Huppakee, het zijn maar 30 seconden, dus dat zijn niet zoveel. Ik vind Hilo wel goed nagemaakt, ja. Ik vind het een prima route, laat ik het zo zeggen. Ronnie Voortman, hoi Bjorn, de sluis, oftewel de doorloop tussen de treinstellen van de koplopers, wordt tegenwoordig niet meer uitgeklapt. De NS verwijt hier veel vertragingen aan en zo heb ik gehoord via het nieuws. Vandaar dat er nu koplopers enkel worden gekoppeld. Dit waren in het filmpje nog oude serie koplopers. Bij de huidige koplopers heb je de baanschuivers ervoor op zitten. We mochten dan verder rijden, ik zal de comment zo verder lezen. Ik vind overigens de nieuwe sprinters mooie treinstellen. Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Blievius, en welkom bij deze nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2015, met Blievius natuurlijk. Vandaag gaan we met de firm rijden van Schagen naar Maastricht. We rijden maar helaas tot en met Uitgeest, maar we zijn officieel in Maastricht. We staan hier momenteel in Schagen en we laten hier de passagiers natuurlijk heel even instappen. Ja, de staanschermen wel open, mooi. Ik zet de koersborden ondertussen even op Maastricht. Even kijken, daar staat natuurlijk weer een lekker stuk achteraan. Oh, Maastricht. Wij stoppen ondertussen in Heer Hugowaard, Alkmaar Noord, Alkmaar Hilo, Castricum en station Uitgeest. Nou, en wij doen natuurlijk even de ATB aan. Het is vroeg in de ochtend. Dit was al zover het makkelijkste. Nu moet je ervoor zorgen dat u om 33 de deuren bij Heugelwaard heeft geopend. Vergeet even niet de ATB aan te zetten. En als je de dodeman, wacht netjes totdat het zijn groen wordt. Nou, dat lijkt me inderdaad een goed idee. We doen nog even de frontzijde aan. Niet heel onbelangrijk, denk ik. En ik kan deze trein helaas niet besturen met mijn rail drive cap dingetje. Dus dat moet ik dan maar eventjes doen met mijn toetsenbord. Die ben ik vergeten om hieronder neer te zetten. Heel slecht van mij, maar goed. Dat doe ik dan nog even heel snel. En oh jee, ik hoor al dat de ATB veilig aangeeft. Even kijken. Nou. En dan gaan we dan. Nou, gaat helemaal goed zo gelukkig nog. Wij gaan nu vertrekken naar Maastricht. Maar ja, het zal dus worden naar station Uitgeest als laatst. Dames en heren, goedemorgen en welkom in deze Intercity naar station Maastricht. Ja, wat wil ik echt nou zeggen? Oh ja, sorry. Zal ik eventjes overnieuw beginnen? Dit was een beetje een flutopmerking, nog niet dan? Verschrikkelijk. Dames en heren, goedemorgen en welkom bij deze Intercity naar station Maastricht. Ondertussen zullen wij nog stoppen op station Heer Hugowaard, Alkmaar Noord, station Alkmaar,
Station Heilo, Castricum en Uitgeest. En vanuit Uitgeest gaan we natuurlijk door naar Maastricht. Dames en heren, welkom nogmaals in de Intercity naar station Maastricht. En natuurlijk gaan wij deze episodes gaan we ook netjes wat comments gaan wij behandelen. En dat zullen dan comments worden van episode 146, zo uit mijn hoofd. 156, sorry. Dat gaat wel heel iets te vrijgevig. Ik zal ze even erbij halen. Ik zal even kijken waarmee ik toereer. Episode 156. Toen reed ik met de koploper van Martinair. En tevens de andere volgens mij, maar ik weet niet meer welke. Mogen nog steeds 40 hier? Oké. Okay. Nou, mogen 140. Mooi. Tractie geven en doorgaan. Nog even een mooi... nog een mooi wegrijdingetje maken. Nou, dat gaat... Oh, oh, oh. Deze wil ik hebben. Juist. En dan gaan we dan los. Oké, dat moet je misschien niet met deze doen, denk ik. Het gaat niet helemaal lekker zoals ik het wou in ieder geval. Maar goed, wij gaan dus nu doorrijden naar Heerhugowaard. En de eerste comment van vandaag, die is van Alex Erne. Ik denk dat Train Simulator 2015 ook maar weer eens moet installeren en alle Nederlandse add-ons downloaden. Zeker de route uit Geest Den Helder, woon ik er vlak naast. Kijken of mijn huis kan vinden. Ja, dat is inderdaad heel erg leuk om te doen, dus ik zou het je ten zeerste ook in ieder geval aanraden. Isaac P, ik wil dat je met de koploper Martinair wilt rijden. Nou, dat had ik volgens mij ook gedaan, maar misschien werd het wel anders bedoeld. Geen idee. Zo. Even de tractie een klein beetje ervan afhalen. Treinspotter 12. Hoi Björn, ik hoop niet dat het gemixt in Enschede... En dat... Is en om naar Den Haag of Schiphol, hè? Oh, nee, klopt. Ik zei laatst inderdaad dat alleen maar rechtstreeks van het Enschede naar Den Haag ging. Maar dat bleek toevallig alleen zo dat weekend te zijn, omdat er werk aan het spoor was. Normaal gesproken gaat er inderdaad ook een Intercity rechtstreeks naar Amsterdam of Schiphol, zeg maar. Dat klopt. Treinspotter 12 zegt ook nog, hoi Björn, ik zit nu in de route Heilo naar Amsterdam te bouwen. Train Simulators, ik ga regelen dat ik... In vraag, kan je met de Mat 64 van Heilo naar Den Helder? Nou, ik rijd nu met een firm. Ik hoop dat je dat ook akkoord vindt. Rob Lohuis. Dag Björn, twee vraagjes. Komt het wel eens voor dat je bepaalde assets in deze vaker op Apeldoorn en Enschede komen? Ten slotte stoptreinen, mooie 4 en 6 pakkige treinen. PS, als je het over Apeldoorn en Enschede komt, kom je langs Deventer. Koolmschachten kun je uitspreken als Koolmskaten. Oh, oké, nee, prima. Maar ik hoorde mensen altijd zeggen Koolmschachten of zoiets dergelijks. Dus misschien dat er wel iets van verschillen zit. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval bedankt voor je leuke comment, Ronnie Voortman. Top dat je zo enthousiast reageert. Vind ik heel leuk. Peripelle, hey bliefje, zou je eens met de DB-trein op een Nederlandse route willen rijden? Maakt niet uit welke. Groetjes, Perry Stokman. Ja, moet ik even kijken wat ik kan doen. Giovanni Game, bliefjes vraag je. Kan je met Train Simulator 2015 Standard Edition ook treinen van Crush Trains inzetten? Tuurlijk. Je kunt in elk gedeelte kun je dat doen als je dat wilt. Dus geen probleem, toch? Moet ik eens weer eens gaan afremmen? Nog niet. De ATB geeft nog geen 40 aan. Dan ga ik toch even een beetje snelheid snoepen als je het niet erg vindt. De tractie staat nog op 0. Daar hebben we zo meteen nodig voor die brug. Aangezien op de brug mag je geen tractie voeren. In verband met dat er geen bovenleiding boven de brug zit. Nou ga ik wel even remmen trouwens. Dames en heren, het volgende station is station Alkmaar. Hier kunt u overstappen op de Intercity naar Nijmegen. Deze zal vertrekken van spoor 5, als tevens de Intercity naar Haarlem. Deze zal vertrekken van spoor 4. Dames en heren, is station Alkmaar uw eindbestemming? Vergeet dan vooral niet om uit te checken. Dames en heren, het volgende station is station Alkmaar. Nou, voor mij zijn we hier netjes om 40. Ik hoop dat ik mijn hele trein nog netjes in kan pleuren voordat ik... voordat die timer op 41 komt te staan. Ik denk het wel trouwens. Oké, okay, nog een beetje remmen. Ook al staat hier een 4, 6 en 8 vlak achter elkaar, maar dat maakt er zover niet uit.
Nou, zijn hier toch nog op tijd gekomen, gelukkig. En dan gaan we hier even 2 minuutjes stilstaan. Zo, zet ik die eventjes in de ruststand. Dan hebben we nog Last Hogevorst. Hallo beliefjes, leuke video. Zou je misschien een keer voor de gein met de Amerikaanse Amtrak Acela willen rijden? Ja, dat kan. Ik heb die route. Dus volgens mij kan ik er best wel een keer mee rijden. Vrij oude route, maar het kan wel. Bart Schoneveld. Leuke video in Alkmaar staan ook groene MAT 64 treinen. En SLT Sprinter en Posttrein. Nou, dat is leuk om te weten. En dat zijn alle comments van episode 100 en... 56, dat waren 33 comments. Dat waren er best wel veel. Alleen maar leuk. Hoe meer comments, hoe beter. Dus mij hoor je in ieder geval niet over klagen. Ja, zodra we hier klaar zijn met laden, gaan we nog even verder naar Hilo, Castricum en Uitgeest. Dus dat is nog even een leuk nieuw stukje om te rijden. We zijn normaal gesproken natuurlijk maar... even kijken. Hilo kon normaal gesproken niet verder... Maar nu wel gelukkig. Goed gedaan, je rijdt nu richting Uitgeest. Zorg dat u daar om 6:55 bent. Oké. Dan gaan we weer verder. En dan, ja, dan gaan we natuurlijk nu onze reis verder voorzetten naar station Hilo. Ik zeg heel vaak Hilo, ik weet het, maar het is natuurlijk station Hilo. Dat komt omdat ik heel vaak denk aan de Duitse vertaling, denk ik. Dat is tenminste wel mijn vermoeden. Het staat ook wel vrij Duits. Hilo. Nee, hier mag je dan wel eventjes 40 rijden. En een stukje verderop mag je, als het goed is, mag je dan door... ga naar 100 en 130. Wat is dat nou weer? Nee, serieus, wat is dat? Wat ben jij voor iets? Je hebt iets dat heel veel lawaai maakt. Dat ben jij. Ah, het is een MAT 24. Die kom ik echt voor de eerste keer tegen nu hier. Een MAT 24. Oh, nou. Wop, dan zien we hem verder gaan in één keer. Nou ja. Goed, wij gaan door naar station Hilo. Natuurlijk wel met volledig tractie opengezet. Eerdere routes te gebruiken is. Of moet je voor iedere route weer opnieuw alles aanschaffen? Nee. Er kunnen bepaalde assets kunnen ook in meerdere routes voorkomen. Het valt me op dat een groot station, bijvoorbeeld Utrecht Centraal, vrij leeg is qua treinen. Is het omdat de route zelfs op elkaar zit, of moet ik dat gewoon meer treinen aanschaffen? Het kan zijn dat je niet alle treinen hebt, maar het kan ook heel goed zijn dat de scenariobouwer gewoon er bewust voor gekozen heeft. Omdat als je veel te veel treinen plaatst, dat je ook gewoon heel erg veel lag in je spel krijgt. OV jongen, bliefjes, weer een leuke video zoals altijd en een like erbij. Heel erg bedankt. Trainsport in Noord-Holland, leuke video weer, alleen dit is volgens mij de beschrijving van episode 146 in plaats van 56. Dat zal ik nog eens voor jou nakijken. Yuri Pullens, ik heb Train Simulator gekocht, maar als ik hem open op Windows 8 zie ik het beeld dubbel in rood en blauw. Weet je hoe ik dit oplos? Ik heb geen idee. En ik heb het ook nog zelf nog nooit gehad. Bo Dortland, hoi Bjorn, mooie video. Sorry dat ik de vorige keer de vraag niet goed zei. Ik bedoelde eigenlijk, hoe moet je assets installeren? Maar nogmaals wel, dankjewel. Nou, als je even op mijn kanaal rondkijkt, ik heb daarvoor een video gemaakt. En dan kun jij, zeg maar, ja, gewoon die assets zonder enige problemen installeren. De ICM-fan. Er rijden wel treinen vanaf Enschede naar Schiphol. Dit is bijna altijd ICM. En deze stoppen op Hengelo, of Enschede, Hengelo, Almelo, Deventer, Apeldoorn, Amersfoort, Hilversum, Duivendrecht, Amsterdam-Zuid en Schiphol. Naar Schiphol rennen ze altijd naar Hoofddorp Opstel om hier kop gemaakt te worden voor de terugreis naar Enschede. Ja, dat geloof ik vrijwel direct. In ieder geval bedankt voor jouw toelichting. Train Simulator Channel, ziet er weer goed uit Bjorn, complimenten, dankjewel. 2503 Victor. Hey Bjorn, vraag je, kun je me helpen met het installeren van Hart van Nederland route? Ik snap niet hoe deze moet installeren. Kijk op mijn kanaal en je weet het snel genoeg. Friso Komen,
Bjorn, beschrijving onder video zegt 146, maar titels 156. Ik denk dat je de rest ook wel zelf kunt bedenken. Ja, vast wel. AS Games. Kun je weer eens met de mat 54? Een leuke video. Jawel, daar heb ik zat scenario's voor. Kan wel, denk ik. Daan Grote Beverborg. Hoi, Blivius. Wil je een keer met de Sintus rijden van Oldenzaal naar Zutphen? Dat kan zodra de route van Enschede naar Hoofddorp uit is. Want daar staat die route namelijk ook in. Giem Mentink. Kan je een keer van Winterswijk naar Zutphen rijden? Dat is er volgens mij nog niet, denk ik. Dus dat gaat me niet helemaal lukken. Theus vraagt hiervan, kun je de comments van deze video ging behandelen met de SGM? Het is de SGM 2002. Die is geel, blauw, wit en de SGM auto's, die is geel. Ik geloof jou direct. Dan moet ik erbij vertellen. Ik geloof jou... Oh, we moeten remmen. Moet afremmen naar 80. Zo. Gaan we het ook maar even doen, denk ik. Beetje raar om hier mijn oude lans mee te spelen, hè? Dames en heren, het volgende station is station Heer Hugo Waard. Hier kunt u overstappen voor de stoptrein naar Haarlem en Hoorn. Deze zullen vertrekken van spoor 1 en spoor 3. Dames en heren, het volgende station is station Heer Hugo Waard. Is station Heer Hugo Waard uw eindbestemming of... Of stapt u over naar andere vervoerder? Vergeet er vooral niet om uit te checken. Nou, wij rijden gewoon langzaam station Heer Hugo Waard in. Of dan langzaam, met de nodige snelheid. 33 moesten we hier arriveren. En ik vind dat we wel lekker op tijd zijn. Zo. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bakken. Moet ik nog even iets doorrijden. En dan stoppen we netjes bij het stukje van 8 bakken. Alleen, ik denk niet dat ik hem daar helemaal op krijg. Oh, toch wel. Wacht even. Daar staat 6. Klinkt wel hilarisch, dat kleine toetertje, hè? Zo, zet hem hier netjes neer. En dan doen we hier eventjes de deur open. En dan gaan we verder met de volgende comments. Die is van Rich Games. Yo, beliefjes. Nice video. Ten eerste wil ik zeggen dat ik al 2 maanden bezig ben met een Belgische route. De Pannen, Gent, Sint-Pieters. En ik heb nog een vraag. Als je zou moeten kiezen tussen de firm en de mat 64. Welke zou je nemen? Ik denk... Beetje mooie kantoorpanden hier nog omheen. Hoge bomen. Ik heb in het echt geen idee of hier flats staan of kantoorpanden. Maar ik vind het wel mooi staan. Vrachtwagen van Aldi. Zie je heel erg veel staan. Oh, rem. Oh, rustig, rustig. Zo. Paarden. Oh, nou. En heel veel koeien en een heel mooi bos. Nou ja, en na station Heilo gaan we dus de 2 nieuwe stations gaan we ontdekken. Castricum en Uitgeest. Die liggen natuurlijk niet zo heel erg ver weg van elkaar. Castricum en Uitgeest. Uitgeest? Ja, Uitgeest. Alvast een beetje afremmen. Het enige wat ik wel een beetje vind is dat... De spoorbomen die gaan zo ontzettend laat naar beneden hier. Ik weet trouwens niet waarom dat is. Maar goed. Dames en heren, het volgende station is station Heilo.
Dames en heren, station Heilo, uw eindbestemming. Vergeet dan vooral niet hierop uit te checken. Dames en heren, het volgende station is station Heilo. Nou, dit is de route van natuurlijk alleen maar verder uitgebouwd en uitgebreid. Ik weet dat de routebouw ondertussen al helemaal bij Zaansdam is. Dus daar is hij nu bezig met het sporenplan. Bij een station Zaansdam. Dus dat is wel in ieder geval een heel stuk verder. Nou, even iets verder doorrijden naar die 8 om alle bakken netjes erop te krijgen. En doe even hier de deur netjes open. Zo, bij deze zou ik zeggen, welkom op station Heilo. Wachten we eventjes zodat hier de deuren zometeen dichtgaan. En dan kunnen we verder rijden. Vanuit station Heilo natuurlijk. Ah, we moeten hier maar iets van 30 seconden staan. En dan kunnen we vanzelf... Oké, we kunnen alweer verder zelfs. Nou, daar gaan we dan. Voor mij mogen we 130, ja. Ik weet trouwens niet of hier altijd dubbele firms rijden. Ik kan me min of meer wel voorstellen dat één firm hier genoeg is, maar maakt op zich niet gek veel uit. En een goede reis. ANWB, nee, dat is niet waar. Nou ja, dan gaan we nu verder naar station Castricum. Tenminste, ik denk dat het Castricum heet. Ik hoop ook dat het Castricum heet. Want ik hoop niet dat ik al die namen nou verkeerd ga uitspreken hier, hoor. En nou ja, gelukkig is de routebouw ook heel erg veel bezig met scenery. Dat betekent... De objecten die hier allemaal omheen staan. De kerken, de huisjes. Die overigens wel heel erg leuk gemaakt zijn. Zo. Netjes 129. Even in de passagiersuitgang zitten. Zo. Ja, dat is ook mooi. Ja, een hele grote hijskraan hier natuurlijk, omdat er nog volop aan die route wordt gebouwd. Zo. Door van Zort is ook al mooi om te zien. Nou, laten we even in de cabine weer gaan zitten. Nou, ik vind het gewoon mooi, want overal waar je kijkt hier... Er staat wel iets. Je kijkt hier, er staan bomen.